Nu! Is hij goed? Dit is toch niet eerlijk? Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. Jullie zien het al, ik ben alweer op visite en ik ben nu bij niemand minder dan... Kom maar hoor. Heel gezellig. Ja, het was een heel mooi begin ook weer. Had je dat zo? Nou, heel leuk dat ik bij jou langs mag komen om een challenge aan te gaan. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik ben er klaar voor. Weet je het zeker? Ja, ik denk het wel. Want we gaan een 7 second challenge doen. En ik heb echt hele moeilijke opdrachten voor jou in petto. Ja, ik heb ze nog wel redelijk mild gehouden voor jou. Dus dat vind ik niet echt ik voel net aan je benen klaar voor. En toen vertelde ik dat ik dus best wel lastige opdrachten heb. En toen zei jij dat je heel aardig voor mij was geweest. Dus nou, ja, nou wordt het wel weer de bitch. Ja. Voor de mensen die nog niet weten wat een 7 second challenge is. Dat je opdrachten moet voltooien binnen 7 seconden. Ja, dus jij hebt opdrachten voor mij en ik heb opdrachten voor jou. Ja. Heel simpel, ik snap het zelfs. Dat moet goed komen. Dat moet goed komen. Normaal laat je gast natuurlijk als eerste het eten opscheppen. Dus bij deze mag jij als eerste jouw opdracht aan mij geven. En dan moet ik hem in 7 seconden zien te voltooien. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Dat wordt net geboren. Oh nee. Ik zit in een bouwput, jongens. Dus als jullie geluiden horen en zo, dan... Maar wel een hele mooie bouwput, dat wel. Maak in 7 seconden een handstand. Een handstand? Nee, dat kan ik helemaal niet. Hoe moet ik dat doen? Wacht, hoe ga je dat doen? Wat? Hoe moet dat? Houden de stopwatch erbij. Ik ben even bang dat ik de lamp omstoot. You can do it. Oké. De teller gaat in op nu. Is hij goed? Zit hij toch niet eerlijk? Ik ben wel op Pip gaan zitten. Nee, Pip zit aan de andere kant. Pip zit wel in een hoekje nu. Wow. Pip zit daar. Heel lief. Kijk, hier is Pip. Die zit echt, wat zou die nou weer aan het doen? Dus hij is goed. Ja, ik vind hem goed. Yes. Yes. Did it. Nou, het is voor aan mij de beurt om jou nu een opdracht te geven. En heel veel mensen weten dat ik gek ben op krentenbollen. Dus ik hoop dat jij daar ook gek op bent. Oh, krentenbollen, ja. Ja, nou, kijk eens wat ik bij heb. Krentenbollen! Heel vrolijk. Maar deze zijn nog niet besmeerd met Nutella. Nee, er zit geen Nutella op. Okay. Ik heb ze echt net gekocht. Ik had hem vast opengemaakt, maar even snel gehad. Nou, oké, stiekem heb ik iets op in de auto, maar goed. En het is de bedoeling dat jij nu in 7 seconden... De hele bol opeet. De hele bol opeet. Nee, dat gaat je nooit lukken, joh. Dat lukt je, ik weet het zeker. Oh my god. Oké, okay, hoe ga je... Nee, we gaan geen pootjes geven. Pip krijgt geen bol. Okay. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh, klaar. Oh, dat is ook mijn hand, man. 7. Ah, ik word heel zielig. Wat zeg je? Ik kan het gewoon niet doorslikken. Oh, hij is op. Bij deze, Pip heeft het opgegeten. Monster van de krentenbol. Ze zit vol met krentenbol de mond. Deze is niet gelukt, maar ik weet zeker dat de volgende wel gaat lukken. Maar eerst ben ik. Oh ja, jij bent eerst. Je wil gewoon mee in de video, dat is het. Sorry. Nee. Sorry. Sorry, bij deze. Oké, de volgende opdracht is, noem in 7 seconden zoveel mogelijk hondenrassen op. Wat? Nee. Hey. Oh wacht, Bulldog, Golden Retriever. Wacht, we zijn er niet zo. Oké, 3, 2, 1, go. Bulldog, Golden Retriever, Dalmatier, en Poedel, en oh, klaar. Nee, het was wel lang voorbij, je had er 4. Oh, dat vind ik nog best knap van mezelf. En Pip dan. Oh, Pip. Pip, ik ben helemaal Pip vergeten. Wat stom, sorry Pip. Okay. Woehoe! En Pip natuurlijk, heel stom dat hij vergeten. Sorry Pip. Oh, je hebt misschien een lipstick op je hoofd. Ben je klaar voor? Ja. Noem in 7 seconden de laatste, nou laten we zeggen, 6 letters van het alfabet. Jezus, dit is super moeilijk. 3, 2, 1. X, Y, Z, I, V, W, X, Y, Z. Ja, we zien hier in. X, Y, Z. Ik weet het zelf eigenlijk niet. Die was wel erg. Wat heb jij gezegd nu? X, Y, Z, I, V, W. We zien er in. Ja, waarom moeten we altijd dat achterlijke liedje erbij doen? X, Y, Z. Maar ik keur hem goed. Oké, top. Heel goed gedaan. High five.
Doe binnen 7 seconden je schoenen aan en uit. Ja, maar weet je hoe strak mijn veters op zitten? Ja. Oké, 1, 2, 3, go! Dat is heel moeilijk. Dan moet ik ook wel strikken, dat haal ik niet. Oh, nee. Ja! Oh, bijna! Ik hoef het laatste lusje nog. Ja, tadaa! Maar je had hem in principe wel aan en uit. Ja, het is yes! Ja, ik vind hem goed. Ja, ik vind hem wel goed. Yay! Niet te lief zijn voor elkaar. We gaan gelijk door met de volgende opdracht. En ik heb deze keer echt een opdracht voor jou, een doe-opdracht. Oh my god. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Beeld in 7 seconden 4 dieren uit, zodat ik gelijk weet welk dier het is. Oké. Ben je klaar voor? 3. Oh, ik moet ze echt uitbeelden. Uitbeelden, ja. Oké. Dat besef je nu pas. Okay, ja. Echt. Geluiden. Nou, liefst, ja, als je geluid maakt, is, nee, dat is wel een hit tip. Ja, dan ken ik het. Ja, dan mag het wel. Ja, dan dat mag, hè. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Hond! Wat is het? Oh, een geit. Kip. Oh, wat? Net al over 7 seconden, ik wil wel weten wat dat was. Ik wou een olifant daar doen. Helemaal. Dat had je zo moeten doen. Ja, ik maak alleen geluiden. Ik deel ik nu met het hondje. Ja, ik heb er wel 3 geraden. Ja. Yes, heel goed gedaan. Thanks. Nou, dat was eigenlijk heel erg goed. Ik vind het wel van je. Ik zou echt geen 4 dieren in één keer weten. Ik heb de volgende opdracht voor Thomas. En dat is, noem in 7 seconden zoveel mogelijk make-up merken. Ik weet er niet eens 1. You can do it! 1, 2, 3, go! Max Factor, Lanza. Lanza? Is Lanza? Ja, Lanza is een make-up merk. Of is dat meer Haag? Met die discussie ga ik zo over de 7 seconden mee. Sorry. Volgens mij is Lanza een make-up merk. Lanza? Oh, het zit op de 8 seconden! Ja. Oh, wat erg! Het is volgens mij inderdaad voor je haar. Oeps. Nou ja, ik heb er in ieder geval 1 geraden. Wie de fuck is deze gozer? Heel eng. Sorry. Hij komt overal voorbij. Dit is Lanza. Ik wist er wel 1. Max Factor. Het is toch goed? L'Oreal Mac. Die had je toch ook allemaal wel geweten. L'Oreal, ja, maar daar denk ik zo niet aan. Heb je pen en papier? Voor deze opdracht heb ik pen en papier nodig eigenlijk. Weet je dat we echt nooit meer met pen en papier schrijven? Nee, ja, ik heb ook eens denk ik al heel geleden dat ik mijn eigen naam dus nooit al heb geschreven. Ik moet echt even zoeken. De enige pen die we hebben in het Je mag het ook blijven vasthouden. Want het is de bedoeling dat je in 7 seconden een YouTuber tekent, zodat ik diegene herken. Oké. 3, 2, 1. Nou, nee, dat is vals spelen. Ja, ik weet het al. Ik weet het, 7 seconden. En zo natuurlijk! Kun je dit zien? Het staat er zelfs bij, knoppouwen. Ik kan net zo goed bij kunnen zetten. Vuurtje! Nou, dit is. Ja, nee, ik kan hem wel goed. Echt? Wil ik hier een mooie tekening trouwens? Ik moest ooit een boom tekenen. Ja? Dus ik tekende zo'n boom en toen moest ik zijn tak erbij tekenen. Wat is dat? Ik zie het niet. Nou, dit is een piemel! Nee! Nou goed, dit zijn de teken skills van Jill. Heel knap. De allerlaatste, jij hebt er dus nog 1. Ik heb weer een roepopdracht. Zoals roep? Ik hem zelf noem. Een roepopdracht? Ja. Oh. Noem in 7 seconden alle hoofdsteden uit Nederland. 1, 2, 3, go! Den Bosch, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Drenthe. Wat is het? Drenthe is geen hoofdstad. Nee, shit, Limburg is weer. Echt? Drenthe is geen hoofdstad. Wat ligt? Assen is toch de hoofdstad? Assen! Dat wil ik zeggen. Oh, dan kom je ook nog eens. Nee, Milan. Oh, wat erg. We hebben het net nog over Assen gehad. Nou, daar waren ze. Dat waren ze. Dat waren ik ze. Denk eigenlijk, zullen we afspreken dat het gelijkspel is? Ja. Ja. Ja, we hebben elkaar ook wel veel gematst, hoor. Ja, eigenlijk wel. En sommige waren misschien wel iets te moeilijk. Ja, die krentenbol, ja. Nou, Jill, ik wil jou super bedanken voor deze leuke challenge.
En als jullie nog niet op het kanaal van Crocodile hebben gekeken, kijk dan vooral even, want ik ben een trouwe kijker. Ze vlogt echt elke dag. En er zitten nog challenges naast, echt superleuke video's. Dus check het vooral even hier in de beschrijving of het komt hier boven weer in beeld. We hebben ook nog een video op mijn kanaal gedaan, dat is de Would You Rather Tag. En daarin hebben we alle toffe vragen beantwoord, dus mocht je daar benieuwd naar zijn, die komt ook vandaag online. Om 3 uur. Om 3 uur, die komt dus iets eerder, dus joh. Die is al online. Oh, die is al online. What? Die kun je dus hierna ook nog gaan kijken. Die komt nou ook in beeld. Yay. En natuurlijk vergeet u niet even een duimpje omhoog te geven als jullie dit leuk vonden. Of natuurlijk een duimpje omlaag als het niet leuk was. Nee. Kan ik nou echt niet geloven, hè? En dan zie ik jullie volgende week zondag weer om 4 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas. Yay. Oh, doei. Doei. Waar spit nou? Oh, die ligt er wel niet hier achter. Die heeft er gewoon heel die crème opgegeten misschien wel.